gasten van het Gameportaal. Mijn naam is Ronald. En mijn naam is Wilbert. Wij gaan vandaag iets cools doen. Don't try to laugh challenge. Oké, sorry. Deed je heel goed, man. Wij gaan vandaag meedoen aan een hype die best wel populair is. Er is zelfs een YouTuber die hier meer dan 120 video's van heeft gemaakt. Wij gaan gewoon meedoen aan die hype. Hopelijk heb je er zin in. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik ben ook op het kanaal te zien van Wilbert. Dat is een soort van tweede kanaal van mij waar wij om de twee dagen uploaden. Zeker weten kijken. Eerste link in de beschrijving beneden. En dan gaan wij nu beginnen. Ik heb er zin in. Oké, ben je er nu klaar voor? Ik ben er nu helemaal klaar voor. Oké, let's go. Hardest version. Ik vind fines vind ik nooit grappig. Oké, dit is een goed begin, jongens. Oké, maar zulke dingen vind ik dus niet grappig. Oké, dit vind ik dan wel weer hilarisch. Die man kijkt echt zo van, what the fuck gebeurt hier nou weer? Oké. Excuse me sir, has there ever been a robbery at this establishment? Not that I know of. I don't know. Oké, dit vind ik wel weer grappig. Maar deze ken ik inderdaad. Maar ik denk dat dit nep is. Oké, grappen maken over midgets is altijd leuk. No, mom's boy. Okay, you need to share. Sharing is caring. But I don't care. If you stop fighting, I'll give you a treat. Are you talking to me? No! Ik kan niet tegen kleine kinderen die gaan lachen. Dan moet ik zelf ook altijd lachen. Ik heb het nog best wel goed gedaan. Het is al de derde waar ik niet heb gelachen. Ja, het probleem is, ik kan niet tegen zulke video's. Ik lach overal. Echt om de simpelste dingen lach ik. Ik wou die oortjes laten flapperen, maar het mislukte. I mean, I love our chances, you know, it's been... Dat vind ik wel weer grappig, met zulke dingen. Dit vind ik weer niet grappig. Dit was gewoon pro. Dit was gewoon pro. En dit vind ik ook nooit leuk. Vind ik ook niet leuk, smackcam vind ik niks aan. Dit zijn van die fines die ik eerder heb gezien. Yeah. Maar dit vind ik echt niet grappig. Ik ook niet. Ik vond die zo weer grappig. If you ain't talking money, I don't wanna talk. I can't be like a man. Oh, dat is pijnlijk. Is dit fake? Ik denk dat het fake is. Dit is fake. Deze is wel grappig hoor, maar ik ken die persoon ergens van. Die lijkt op zo'n acteur. Oh, a scene. Oh, like this? Is this a scene, Amy? Is this a scene? Nee. Do chores. What the fuck? Wat was dit nou weer dan? What the hell? Maar dat zijn van die dingen die zijn zo random dat het grappig is. Die zag ik niet aankomen. Die zag ik dus ook niet aankomen. Applausje. Dit is gewoon oprecht schattig. Ja. Dit is schattig. Ik hou van puppies. Deze ken ik ook al fijn. Yes, yes, yes. Het is wel herkenbaar, maar het is niet grappig. Yeah. Ja, mijn katten zijn leuk. Deze cake van Ray William Johnson. Behind you. Oh my god! Dat was een dikke headshot! Oh my god, is dit herkenbaar? Ja. Ik vind het niet herkenbaar. Ik heb dat kennelijk zo. Dit slaat gewoon nergens op. 10 out of 10, fake. You want to dance with me? Thank you very much for dancing with me. What the fuck? Dit laat me denken aan een oud klasgenootje. Dat is ook geil altijd. Ik weet niet wat Klondike is. Ik ook niet. Guys, where
are we? We made it to Hollywood! Yeah! Yeah! Zo zat ik ook. Je denkt zo van, hey, Hollywood is super cool. Nou, dat is echt super, super groot. Dit ben ik. Ja, zo. En dit is... Oh. En dit is Hollywood. Ja, dus... Dat... Ja, ik heb het wel naar Hollywood gemaakt. Ook ik zie er wel heel moe uit, man. Yes, man. Te erg last van jetlag. Dit is echt alsof iemand zegt, lach Ronald, lach! Oké, okay, ik lach. Mix in a little cardio. You're doing it right, you feel the burn. Maar dit is niet grappig. Dit is makkelijk, man. Dit is makkelijk, kan ik ook. Hey guys, kan ik ook. How you doing? Oh my gosh. No way. Oh, wow, I'm busy. Maar dat vind ik grappig. Bro, Victor's car and see what happens. Oh shit. Oké, okay, die vind ik leuk, die vind ik leuk. Babies be like. Mama. Zie je mijn boeien? Oké. Okay. Dit vind jij me... Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, herkenbaar. Dit is zo herkenbaar met die vrouwensport. Ik heb op een van die week zo zat van be like. Ja. It's the most beautiful thing I've ever seen in my life. It's a bond and a knife. Next to a bond and a knife. Oké, die was tof. Sommige dingen die zijn gewoon cool, maar niet grappig. Ja, zullen we nog een keer eentje doen? Ja, we gaan nog eentje doen. Oh my god. Ja, maar dit zijn van die plaatjes die niet grappig zijn. Dead 70 shows is nu helemaal zo van bleh. Ik vind Dead 70 Show Motherfucker, cool. Motherfucker, okay. Fuck the fucking world and my new band is called Sis Chill. Waarom? Nou, ik denk meer van waarom. Dit is een klassieker. Dit is een klassieker. Deze ken ik. Dit is de Numa guy. Die heeft Soundpack zelfs gebruikt. Dat is wel echt live goals, hè? Ja, maar weet je wat dat is? Ik snap niet hoe hij zijn mond zo heeft. Hij heeft zijn mond zo. Het lijkt alsof hij geen tanden heeft. Kijk wel naar de kwaliteit dan. Ja, 240p. Zo simpel, maar zo grappig. Zo. Nee, hier mogen we niet om lachen. Hier mogen we niet om lachen. Oké, dat is wel, dit is wel weer grappig. Hello. Is it me you're looking for? Bit awkward Spider-Man. Ja. Hij heeft tijd ingestopt. Ja. Dit heeft een achterliggende gedachte waarom wij hier om lachen, oké? Okay? Niet dat het nieuw is, maar nee. Dit was heel lang mijn ringtoon. Dit was zijn ringtoon, ja. En dan gingen mensen bij bedden in de klas. En dat was opeens... Er staat ook onder fuck. Oh. Bij dit soort dingen vraag ik me echt af, waarom? Hoe zag je hier een positieve uitkomst in? Hoe dacht je, dit gaat goed? Waarom? Dit is van een televisieprogramma van Duitsland. Deze is nep. Deze is nep. Deze is nep. Confirm. Bilbo-Bergen. Waarom gaan wij op zulke dingen stuk? So is it any wonder people are afraid of technology? Technology! Het idee was leuk.
Oh, wij hebben al zo vaak verloren. To the fire of flames. Deze vind ik ook gewoon leuk, omdat ik veel ken. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Serieus, je geeft het in. Ben je er klaar voor? Ja, oh, het is spannend. Serieus gezicht. Nee, dit heeft ook een achterlichte gedachte. Dit was mijn Skype. Als iemand mij belde. Oké, okay, we mogen niet bij de volgende lachen, oké? Okay? Deze is zo oneerlijk. Deze is zo leuk. Ik wil daar een 10 uur kutje laten. Ja. Oké, okay, redden. En kijk uit voor de bowlingballen. Kijk uit voor de bowlingballen. Oh, oh, oh. Ik schrik er ook elke keer van. Dit is zo lastig.